Hallo lieve kijkers en hartelijk welkom bij Lol Disneycraft aflevering 33. We zijn weer gewoon terug in Disneycraft. Maar, we gaan, er is trouwens net een nieuwe bezoeker gejoind. Nu ik het toch zeg, we zijn bijna aan 30.000 unieke spelers. Ik vind het een ongelofelijke mijlpaal voor Disneycraft dat zij bijna 30.000 unieke mensen in hun server hebben binnengehaald. En ja, ik ben er nu een jaar aan het spelen en het is nog altijd super fantastisch op deze server. Goed, ik wil vandaag eigenlijk niet gaan Disneycraft bezoeken, maar terug naar de creative. Om mijn plot nog eens te laten zien, want heel veel mensen weten misschien niet... Geen VIP's, die niet VIP zijn, weten niet dat er een probleem is geweest met een plot. Ik had de eerste maand de plot bij de spawn, maar die heb ik dus moeten afstaan helaas. Maar ik heb een nieuwe plot en daar ben ik aan een kermis begonnen. Maar die kermis heb ik na een tijdje ook afgezegd en ik ben aan een nieuw project begonnen. Het is aan mijn kant, jullie zien er al wat paden liggen. Welkom in Mini Disneycraft. Jullie zien hier ook een statusbordje. Maar, ik zal het eens even allemaal uitleggen. Ik ben dus eigenlijk een paar dingen met Disneycraft aan het nabouwen. Zoals daar zijn de donderbaan van de kast. Ik zal het allemaal uitleggen. We gaan naar hier toe, naar de status. Zoals jullie zien, de status heb ik in het klein gemaakt. Mijn eigen versie voor mijn 4 attracties. En die werkt ook met lampen en al. Dus het werkt er wel allemaal. Die toren komt ook vanuit de server. Op de status zijn 2 torens. Ik heb er een eentje van nagebouwd. Op de achterkant is het... te doen met de kaart, die is nu nog aan het laden. Dat erbij, u bevindt zich bij de groene stip, dus wij zijn bij het groene stipje. Daar hangt de kaart op. Oké, je ziet dus eigenlijk dat het kruisje, dit is het watergedeelte van de donderbaan, dit is het station van de donderbaan, ik ga even zo doen. Donderbaan zelf. Dit is de karstation, en dit is dan heel de baan van de kars, en dit is het reusrad. Hier een doekje komt Teluut nog in de toekomst. Mijn plot, by the way, p-info, kan je vinden op het volgende stuk, dat is -6-1, dat is het ID van de plot. Dus je ziet de helpers, ik moet niet zien. Achie. Goed. Hier werk ik allemaal met losse redstone, we kunnen het laten zien, kijk, losse redstone, er is geen science systeem, die plugin is er niet bijgeleverd, en dat vind ik eigenlijk wel jammer en stom. Maar ja, we gaan verder. Als we aan deze kant oplopen, we kunnen dus de wegwijzers natuurlijk volgen. Attractielijst, parkkaart, dan ben ik nog bij het reuzenrad dat daar is. Maar hier komen nog wegwijzers in de toekomst. Hier komt nog zelfs een nieuw stuk pad en zo, dat zijn dit pad. Dus jij nog krijgt door en hier komt een decoratie tussen. Dan komen we aan bij het reuzenrad, dat is nog afgeschermd, maar je kan het natuurlijk gewoon nog zien. Het reuzenrad, daar ben ik nu denk ik een weekje of zo aan bezig. Ik heb het rustig opgebouwd, ik ben begonnen met de... omkadering. Daarna heb ik op mijn gemakje de 2 pilonen neergezet, ja de 4 pilonen neergezet. Dan ben ik op het gemakje beginnen werken aan de 4 hoofdstangen, dus die en die. Dan heb ik het rad er al ingemaakt. Daarna heb ik die andere spaken erin gedaan en dan ben ik beginnen met de 4 hoekwagonnetjes of ja, bakjes. Ze moeten nog wat bakjes bij, maar dan ben ik ook eigenlijk op aan het kijken hoe en wat, dat komt nog allemaal. Daar een doekje zal Teluut komen, ik weet niet of hij daar gaat passen, maar ik denk het wel. Dat zal ook op zijn eigen manier komen. Moest hij daar niet passen, komt er een andere attractie te staan. Nu, dan hebben we eigenlijk wel 3 werken en 1 niet werken. Je ziet er ook alles coming soon, coming soon, coming soon. De kaart is ook coming soon. Het enige helemaal afgewerkt is donderdag. We hebben ook een ganse dag afgebouwd. En we, dat zijn ik en Max, dezelfde dag heb ik, of dezelfde of de dag daarna, heb ik Wilco laten komen speciaal. Om een systeem te maken voor een teleportatie. Ik zal alles even laten zien. Het staat er niet bij, maar de systemen zijn allemaal copyright. By Wilco, het zijn allemaal en mij, want het is allemaal eigen systemen gemaakt. En ik zie dat hier een hekje niet klopt. Dus, ik moet allemaal naar daar open gaan. Zo. Ik heb wel een beetje lag, maar oké. Moet het er maar mee doen? Ik wil heel graag een nieuwe PC, maar ja. Dat gaat helaas niet in mijn budget, mijn budget is op. Maar goed, we gaan even in het rangeerstation de blok breken en checken wat er allemaal te doen is.
We hebben bovenaan twee knopjes. Die worden allebei apart verbonden. Eentje naar de spawn en eentje naar de destroy. Maar ook samen, zoals jullie zien, komen die twee lijnen hier samen op een stuk. Dus, ja, dan moet ik dan eigenlijk weer terug. Ik weet niet waarom ik het zo maak. Dus komen hier, gaan ze dus, dit is het spawn, die gaat naar daar. De destroy en de destroy, die komt langs een andere. Die komen hier wel samen. Gaan ze samen over naar deze flip-flop. En deze flip-flop is gekoppeld aan deze kant. Zodat de redstone volgen. Gaat die naar deze blok. Onder deze blok zit een, op deze blok zit een torch. Daarboven zit een lamp. Nu is die lamp dus uit. Maar als die lamp aan is, dan is de flip-flop weggetrokken. En dan is er een kaartje geïnrangeerd. Als ik dan op die spang klik, gaat die flip-flop terug. En wordt de attractie dan weer uitgezet. Plus, deze lijn gaat ook naar het statusbord door. Het is een hele weg naar het statusbord door. En dan gaat daar de lampjes aan als ik inrangeer en ook eruit als ik derangeer. Wat we dan hebben, is het systeem met de poortjes. Dat is het grotere systeem. Het is een heel groot systeem. Ik moet hiervoor naar de andere kant toe gaan. Want hier ben ik eigenlijk niet echt veel mee. Dus eigenlijk aan de andere kant allemaal te doen. Dus, we breken de blok. We gaan binnen. Hieronder is het ja, we kunnen even de wachtrijs lopen, of de uitgang is dit, we moeten heel even hier kunnen kijken. Oké, okay, we zitten dus nu onderin, en je ziet onder de detectorrail zit er een piston. Die piston wordt dus als het kaartje erop komt doorgeduwd, deze redstone komt bij weer weg. Wordt doorgeduwd, komt dan hierop uit. En dit is dus het grote systeem, dames en heren. Want dit systeem zorgt er ook voor dat mensen in karretjes kunnen zonder dat ze ad nodig hebben op een plot. Dus dat is eigenlijk allemaal heel erg fijn. Hoe dat in zijn werking gaat, weet ik niet. Ik heb het gemaakt, laten maken door Wilco. Je ziet hier dus torch systeem en dan gaat hier een klokje aan of zo. Hier gaat ze met een klokje werken. Dan wordt hier een, dan wordt deze gaat aan uit. Dus krijgt deze altijd een pulssignaal. Dit is een torch gewoon voor dingen. Hier staat dus het station om de 20 seconden vertrekken. Al deze torches zijn van de hekjes, die gaan ook open als de trein op de detector rail komt. Hier staat dat de mensen niet meer vooruit kunnen. Dit is de eject en dit is dus de blockchanger uit. En dan zijn we in dit station een beetje klaar. Het is een heel werk geweest om dit allemaal mooi te bouwen. Maar het staat er nu. Ik ben er heel content over. Het staat er ook. Het is perfect juist nagebouwd. Althans, dat hopen we, maar daar zijn we toch vrij zeker van dat alles goed is nagebouwd. Voor de cars, trouwens, jij krijgt, kom zeker eens kijken wat je krijgt in item. Voor de cars is ook nog een volle aanbouw. En dan heb ik vooral over het afwerken. De properties van de baan moeten nog allemaal ingesteld worden. Under construction, het staat erbij. Je ziet ook linkerbaan en een kleur, rechterbaan en een kleur. Ze hebben allebei een kleur, een andere kleur vuurwerk ook allebei. Dus als ze aankomen, we weten ook perfect wie er gewonnen heeft. Want er komt een systeem dat we kunnen kiezen wie wint. Maar ik moet ook eigenlijk afspreken met Wilco, want hij kan maken dat wij het zelf kiezen. Maar hij kan ook maken dat het systeem kiest. Dus ik denk dat we het systeem gaan pakken, want dan weet gewoon niemand wie wint. De baan hebben zelf verzonnen, het station hebben ze goed mogelijk proberen na te bouwen, maar daar hebben we echt lang aan gewerkt. En het project van Kars zitten we nu ook al bijna een ganse maand te werken. Goed, je komt dus hier in een stukje open lucht rijden, zoals in de echte Kars. Dan ga je hier in een eigen gemaakt huisje binnen. En dan gaan we eigenlijk het stationssysteem erin te checken. Daar moeten we even terug voor gaan. Het stationssysteem is net hetzelfde. Binnenin hangen twee lampen. Die lampen maken dus uit als het attractietje open is of gesloten is. Als de lamp aan zijn, is die open, gesloten, dan zijn de lampen uit. Het systeem van het cars werkt als volgt. Dat is allemaal van Wilco. Dit is dus voor het systeem aan-uit. Dan gaat dat hier ook naar de lamp toe. Hier is ook hetzelfde systeem, er kunnen alleen mensen in karretjes gaan als de attractie geopend is. Dus als de attractie geopend is en er staan karretjes en je komt hier staan, dan kan je erin. Als je daar tegen staat, kan je er ook in. Bij de kars moet je gewoon op de, bij de donderbaan, moet je op de baan stappen en dan ga je in het karretje. Goed, dat is systeem 1. Systeem 2 zit hier onder. En het is het systeem dat het zorgt dat de karretjes wachten tot ze hier allebei staan. Hoe werkt dat? Dat weet ik zelf ook niet precies. Maar hier, oh ja, hier gaat dus eigenlijk een lever gaat dan omlaag. Of zo, blijkbaar. Er een lever omlaag. Deze ook. Die wachten hier
die doorgerijd en dan gaat hier dus een knockout en dan gaat die door. Oké, okay, nu dat is eigenlijk een makkelijk systeem. En daarna kom je buiten en je ziet dat er buiten nog een hele opening ligt, maar het is omdat ik hier in de speeds aan het instellen ben. Deze kant niet, maar het was aan de andere kant was ik bezig denk ik. Ja, hier zie je, afschietsysteem is dit. Voor de rest zijn er geen enkele speed ingezet. De buitenkant is wel helemaal afgemaakt en ik praat zo veel dat ik zo harde doorschrijf, maar ik heb geen water meer. Dus ik moet na de opname drinken. Ja, er is heel veel werk nog aan deze attractie. Deze is nog helemaal niet af. En dat is mijn plot, dames en heren. Het is een hele verandering. Van een kermis begin ik ook een attractiepark te bouwen. En ik ben eigenlijk Disneycraft laten bouwen in het klein. Het is een hele karwei, want er moeten veel foto's getrokken worden van heel veel details. Dit was ook een heel gedoe om het dak te maken, maar dit ben ik eigenlijk bezig met Max geweest. Het station van de kat heb ik helemaal zelf gebouwd. Max heeft een beetje geholpen. Dit huisje heb ik zelf gebouwd. Ik heb alles rondom elkaar zelf gebouwd. De baan hebben we samen uitgestippeld. Dat is gemaakt door Max. Dit hebben we ook samen gemaakt. De baan heb ik laten maken door, hij is er nu niet, maar dat is, weet je weer, Foxyboy, dus Matthijs. Heel erg bedankt daarvoor. Iedereen die meegewerkt heeft of meewerkt aan het ding heeft, hangt hier ook in de shop op. De shop is ook nog niet ingericht. Ik heb alles afgesloten. Ik kan niet in de shop komen. Maar kijk. Meegewerkt. Dat is mijn naam. DJ. Jelle. Maxi WT36. Max. Pluto Disney. Shane. Wilco 2998. Wilco. Foxyboy. Matthijs. En Ramon Giesen. Ramon. Dat zijn de mensen die al meegewerkt hebben. Met 6 mensen zijn we dus aan dit project al bezig. Daar komen waarschijnlijk mensen bij. Ik ben er niet zeker van, maar ik denk het wel. Ik denk dat dat al goed was. Ja, dit is mijn plot. Je mag hem altijd komen bezoeken. Als je een karretje nodig hebt, moet je het wel even zeggen. Dan arrangeer ik. De donderbaan is de enige attractie waar je voorlopig in kan. Voor de rest is nog niks klaar. Ik probeer het samen ook af te bouwen, maar het duurt ook nog allemaal eventjes. Maar ik dank jullie voor het kijken naar deze misschien wel korte aflevering van Lol Disneycraft. Eigenlijk is het meer Lol Disneycraft Creative. Maar het maakt op zich niet uit, we hebben nog eens mijn plot bekeken. En ik ga in de toekomst nog meer, ik heb ideeën voor met mensen op te nemen. En dan ga ik het dan wel uitleggen. Ik heb het wel heel lang in mijn hoofd, maar het is nog altijd niet van gekomen. Maar dat is voor later. Ik dank jullie voor het kijken. Er komt misschien vandaag nog. Ja, vandaag. Ik ga het echt vandaag doen. Ik heb vandaag rapport. Als deze video online komt, deze komt er vanmorgen aan 4 uur. Om 19 uur, dus om 7 uur, komt er een extra video online en dan beloof ik, dan laat ik weten of ik geslaagd ben of niet. En dan zal ik mijn rapport met jullie overlopen en vertellen hoe het er aan toe gaat gaan in de vakantie, de planning en alles gewoon eraan. Wens me succes, ik ben heel erg benieuwd zelf ook nog naar mijn rapport. Maar ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van Lol Disney Craft. Doe een blauw duimpje op en abonneer, want nog maar 30 abonnees te gaan op dit moment en we hebben er 200, 0,2k staan binnen. Dan ben ik echt super blij. Ik ben nu al blij dat we 170 abonnees binnen hebben. Dikke shout-out naar iedereen die geabonneerd is. Dank jullie allemaal voor het kijken en tot de volgende keer. Later.